Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik heb de prachtige Amanda Rijf bij me. En voor wie mijn video's vaker kijkt, dit is eigenlijk mijn lievelingsvisagiste. Nou, dankjewel. Op de hele wereld. We hebben heel veel projecten samen gedaan en we hebben ook veel video's samen geschoten. En we hebben als soort van meest recente project, hebben we mijn boek samen gedaan. Ja, heel leuk. Kun jij vertellen wat jouw rol is in het boek? Mijn rol? Mag jou natuurlijk nog mooier maken dan je bent. En ik vind het ook heel leuk. En ik voel me heel vereerd dat ik ook in het boek sta. Ja. Het is een interview, een stukje achtergrond over mij, wie ik ben, waar ik voor sta. Ja. Mijn signature als zijn Flawless Face. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, en in het boek hebben we dus eigenlijk geprobeerd om een beetje onze beautygeheimen met jullie te delen. Dat kun je allemaal in het nieuwe boek vinden. Maar we hebben daarin ook een soort van nieuwe look geprobeerd. Want we hebben altijd best wel een beetje dezelfde soort looks die we samen maken. Dus dat is heel erg een focus op de flawless face. Waarbij het lijkt alsof je heel weinig make-up draagt. Klopt. Maar ja. Is in feite niet per se zo. It takes make-up to look natural. Precies. Dus wat we vandaag gaan doen voor jullie is een van mijn favoriete looks uit het boek namaken. Dat is deze look die je nu heel mooi in beeld gaat zien. Vandaar ook dat ik een blote billen gezicht heb op dit moment. Amanda gaat de look namaken en ze gaat jullie stap voor stap vertellen hoe je die zelf ook kunt creëren. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Laten we de look gaan creëren. En ja. Ik heb er zin in. Laten we doen. Let's do it. Ja. We gaan lekker je huid preppen. Ja. Dat is zo belangrijk voordat je je make-up opbrengt. Dat je een fijne basis hebt. Dus in principe na je skincare gebruik je een primer. En de primer zorgt gewoon voor dat je make-up mooi blijft zitten. En dat je zo'n hele lekkere, dewy, gezonde effect krijgt. Dus ik maak voor jou een cocktail van hydrating. Er zitten boordevol antioxidanten. En dan krijg je mooi zo'n plumping effect. Met een beetje illuminescence van Armani. Wat dit doet, is een extra glowtje geven. Oké. Okay. Ja. Dus het mag je eigenlijk wel gewoon met je vingers aanbrengen. Mm-hmm. Maar ik vind het vaak lekker om een combinatie te gebruiken van vingers en een kwast. Ik heb wel van jou geleerd, staat ook in het boek, dat je echt niet mag bezuinigen op kwasten. Nee, klopt. Ik vind kwasten echt een investering. En ik vind hetzelfde idee is dat je een prachtige muur of een muur wil gaan schilderen, dan ga je ook niet met derdehands kwasten werken, toch? Dat is toch iets waar je lang plezier van wil hebben. Laten we dit een heel klein beetje intrekken. Mm-hmm. En dan ga ik nu jouw getinte dagcreme pakken, wat ervoor zorgt dat je huid gewoon wordt geëgaliseerd, maar het is nooit te zwaar. Er zit een zonnefactor in, het is echt fantastisch. Mag je dit ook met vingers doen of vind je dit echt een no-go met vingers? Ik vind dit product is eigenlijk een beetje een BB cream. Mm-hmm. Kan je gewoon gerust met je vingers doen omdat het vrij dun is. Hoe zwaarder het wordt, ja, dan is een sponsje of een beauty blender gewoon heel fijn. Ja. Want dan buffer je het echt in mijn huid. En wat was de inspiratie voor de look in het boek? Goeie vraag. Ik wil het fris voor jou. Mm-hmm. Niet te opgemaakt. Maar wel, je ogen zijn je ziel. En ik vind dat die kracht moet uitstralen. Of staan ze natuurlijk al heel mooi, zijn ze krachtig. Maar ik wil daar een schepje bovenop doen. Je kringetjes echt wel verdoezelen. Want dat is misschien iets meer jouw zwakke plek. Ja. Rust creëren. Maar ik wilde ook een beetje lekker, een beetje sexy, een beetje glamour. Dus een goede volle lip. En wat minder de kanten van de rosebud. Wat we vaak doen, maar juist een beetje sensuele, nudie, kruising tussen Kim K en Jennifer Lopez-achtig sfeertje. Mm-hmm. Ik laat de ruimte dus onder de ogen vrij, omdat hier nu concealer komt. Ik krijg heel vaak de vraag van, joh, maar ik kan toch gewoon foundation onder de ogen aanbrengen? Ik zeg niet dat het niet kan, alleen je zal gedurende de dag zien dat je dan toch sneller krakelee krijgt, mm-hmm, omdat de concealer daar of een foundation daar niet voor bedoeld is. Ja. En een concealer doet drie dingen: lichter kaatsen, kleur egaliseren, verzorgen. En dat zie je dan echt terug. De wallen. Ja, de kringen. De kringen. Dat is echt mijn grootste onzekerheid. Gewoon die donkere kringen. Waar het vaak misgaat, is dat mensen een concealer gebruiken die lichter is dan je eigen kleur. Ja. Huidskleur. Dus wat je dan krijgt is dat je accent legt in plaats van verdoezeld. Eigenlijk is de concealer kleur
netjes, net iets donkerder dan je huid in dit geval. Maar het is heel eng, want je denkt dan dat je ze juist donkerder maakt. Terwijl, ja, dat heb ik zelf ook. Je wilt gewoon iets wat het zo licht mogelijk laat lijken. Ja. Nou ja, door de lichtweerkaatsende bestanddelen is dat deels ook zo. Dus het zal wel lichtweerkaatsen, maar wat je krijgt is rust. En als je hem te licht hebt, dan krijg je panda-beer-effect. En dat wil je natuurlijk weer niet. Wat was dit wat je nu opdoet? Dit is een concealer van Laura Mercier. Mm-hmm. En wat het doet is lichtweerkaatsen, kleur egaliseren, verzorgen. Ik ga de kleurverschillen op het oogbed weghalen door gebruik te maken van een eye basic. Heeft dit een kleur? Of, Het is een beetje de kleur van je huid. Oké. Okay. Ik hou ontzettend veel van een blush. Ga je die nu al meteen aanbrengen? Ik ga die nu al meteen aanbrengen. En waarom? Omdat je foundation nog niet helemaal is ingedroogd. Ja. En ik wil beginnen met een crème blush. Oké. Okay. Vind ik nog steeds lastig, hè? Hoe vaker we hem ook doen. Waar je hem aanbrengt. Ja, en ook dat hij niet, toch niet streperig wordt of zo. Of dat hij mooi egaliseert. En daarom breng ik hem nu dus aan. Omdat je huid nog niet, omdat ik hem nog niet gefixeerd heb. En dan kan ik nu als een soort van buffertje eroverheen werken. En dan blendt hij lekker met je foundation. Dus dat is wat ik nu ga doen. Okay. Het idee is om, als je het zelf doet, te glimlachen in de spiegel. En echt op het hoogste punt van je appeltje, daar breng je hem aan. En minder is meer. Zoals je nu ziet, is het echt een soort van afdruk. Ga ik nu direct vervagen met mijn vinger. We gaan afpoederen. Mag jij dit heel even vasthouden? Mm-hmm. Dit product, het is zo zacht. Wat ik voor jou wil, om die gezonde bloot te krijgen, is het niet, laat maar zeggen, dicht te stoppen. Mm. Ik wil fixeren wat we gedaan hebben, maar wel zorgen dat je een beetje dewy, gezond effect houdt. En ook altijd met zo'n fan brush. Ja, deze wel, de Universal wel. We gaan met dezelfde fan brush een highlighter aanbrengen. Ik meng deze twee door elkaar. Mm-hmm. En dan breng ik het op het hoogste punt aan van je wang, richting je been. Ga je dan ook nog bronzen ofzo, of ga je dat niet doen? Een klein beetje. Dat heb ik wel gedaan voor jouw shoot. Mm-hmm. En het is puur om een beetje licht-donker contrast erin te brengen, waardoor je diepte creëert. Ik laat het gezicht nu even wat het is. We gaan nu je ogen doen. Mm-hmm. En ik wil de vorm versterken. Wat ik leuk vind aan de techniek die we nu gaan toepassen. Ik ga een potloodje, doe ik eigenlijk altijd bij jou. Het werkt ook heel goed voor jou. Tussen je wimperhaartjes. Want dan houdt het naturel. Maar wat dit doet is de ruimte vullen tussen je wimperhaartjes. Mm-hmm. Waardoor optisch je wimpers langer lijken. En je ogen nog groter en je ogen weer witter. En je houdt je oogbed intact. Dus voor mensen die een heel kort oogbed hebben. En een bijna niet zichtbare arcadeboog is dit een manier om toch een eyeliner te gebruiken. Oh, wat goed. Ja. Ik ga hetzelfde ook onder doen, als je onder oog hebt, maar nog dunner. Dus dat is toch eigenlijk zichtbaar. Klinkt het heel erg alsof je dan een beetje naar de jaren 90 gaat met zo'n twee van die hele strakke zwarte lijnen. Ja, maar omdat je het eigenlijk niet ziet, het effect, want ik zit tussen je wimperhaartjes en niet eronder, zou je dat effect dus niet hebben. Okay. Ja. Oogschaduw. We gaan een smoky eye maken. En het leuke aan een smoky eye is dat het niet altijd heel donker hoeft te zijn versus een hele lichte kant. Je kunt ook voor neutrale kleuren kiezen. Het gaat meer om een licht-donker contrast. Ik denk dat smoky eye nog steeds iets is wat voor veel mensen lastig is. Wat zijn je tips daarvoor? Tips, daar gaan we eigenlijk weer. Hele goede kwasten. En deze zijn echt briljant, want ze hebben een ronde top. Ja. Dus ik noem dat echt mijn ruitenwisser. En je kan hiermee de afstand bepalen. Maar je hebt ook geen hapjes. Vandaar gaat het ook fout. Maar waar begin je mee? Met een lichte kleur? Ja,
Met een lichte kleur. Met de allerlichtste die je gaat gebruiken? Of? Ja, nu wel. Okay. En dan ga ik opbouwen. En deze doe je dus binnen het oogbed. Zeg je dat nou zo? Zeg ik nee, goed? Ik zit net even boven je arcadeboog. Okay. De arcadeboog zit hier. Ik werk eigenlijk richting je wenkbrauwbot. En ik maak een klein rondje, halve maan. En ik blijf binnen je oog. Je uitste. Je wenkbrauw zit hier. Mm-hmm. Ik ga er niet buiten werken. Okay. Dit is een crème stick. Mm-hmm. Waar een heel klein shimmertje in zit. Het is heel makkelijk om te gebruiken als je geen poederoogschaduw wil. En hoe breng je deze aan? Met mijn vingers. Dus ik rol hem echt een beetje over je ogen heen. Het heeft een ronde top. En dan gebruik ik mijn ringvinger om hem uit te werken. Dit is de finishing touch. Ja. Bewegende deel. Heel klein beetje koper. Ik vind altijd heel mooi. Je hebt een hele mooie volle wenkbrauw, vind ik. Dank je. Maar we're gonna connect the dots, zoals ze het noemen. Even zorgen dat hij wat gestroomlijner wordt. Ja, en ik denk dat veel mensen niet weten dat jij dan altijd een blonde gebruikt. Ja, dus altijd één tint lichter dan je wenkbrauw. Minimaal één tint. Ja. Ik zal zoveel meer doen. Ik vind het mooiste om vanaf het beginpunt echt met de haargroei mee te gaan. Dus aan het begin lopen ze loodrecht omhoog. Dus op die manier teken je ze ook in. Ook vind ik het belangrijk om niet te tekenen, maar te schetsen. Dus net hoe je het potlood vasthoudt. Dus niet loodrecht erop, maar haaks. Ik ga met een stift eyeliner een heel klein beetje een eyeliner maken. Boven je wimperrand, maar heel subtiel. Je krult ze niet van tevoren. Nee, maar dat komt omdat ik over mijn duim heen werk. Mm-hmm. Wat betekent dat? Dit is eigenlijk wel gewoon zichtbaar beeld. Dat ik het wimperkammetje, dat werk ik over mijn duim heen. Yeah. Waardoor ik A, niet knoei. En B, op deze manier je wimpers krul. We doen geen mascara op de onderwimpers. En dat doe ik omdat ik je ogen zo groot mogelijk wil houden. Het is heel logisch dat je denkt van, oh, ik heb wimpers, dus ik moet ze boven en onder doen. Maar eigenlijk leg je accent op je wimpers, waardoor je ogen iets dichter of eigenlijk wat meer naar achteren worden geduwd. Dus zo zonde. Dus nu, door gewoon alleen de bovenkant te doen, hou je ze lekker groot. Maar het is best wel eng hoor, want ik heb nog heel veel visagisten die gewoon standaard boven en onder doen. En ik moest zelf echt 2 maanden of zo heb ik erover gedaan om het steeds meer af te bouwen. En nu doe ik het nooit meer. En het is zoveel beter, maar wallen lijken ook minder. Dat is minder erg als ik het niet doe. Dat is heel waar. We gaan voor de Glamorous Pout. Voor de lekkere, een beetje nudie peach. Of peach is het niet. Nudie roze. Nee, we gaan wel vaak voor peach. Maar het is wel leuk, want juist die lichte kleuren, daar krijg je wat vollere lippen van. Dus ik ga eerst een lippenpotlood gebruiken, wat 2/3 kleur in. Dan begin ik met de iets donkere kleur en dan ga ik met die lichte kleur maak hem af. Oké. Okay. Wat doe je nu? Een heel klein beetje highlighter op je cupido boog. Mm-hmm. Dat insinueert een vollere bovenlip. Final step? Ja. Wat is het verschil dan met dit en wat je daarvoor deed met die highlighter? Highlighter, ik zeg altijd, licht haalt naar voren, donker doet naar achter. Door een highlighter te plaatsen haal je juist die punten naar voren die je wil versterken. Ja. Zoals dus je jukbeenderen. En het is heel mooi om juist dat verschil te laten zien, waardoor dit nog meer naar voren komt. Dat is heel sexy. En jij dipt je kwast ook niet 100 keer of zo erin? Nee, minder is meer. Ik bouw liever op, maar ik probeer gewoon voor te zorgen dat genoeg product in mijn kwast zit. En iedere keer als ik een beweging maak dat er een klein beetje product uitkomt, zou voldoende moeten zijn. Ja. Dat is hem. Dat was hem? Yes. Thank you. Lijkt het op de foto uit het boek? Absolutely. Ja? Ja. Ja. Oké. Ik ben benieuwd. We gaan het zien.
was het. Dit was de recreatie van een van mijn favoriete looks. Eigenlijk mijn favoriete look uit het boek. Ik denk het wel, ja. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Ik vind het altijd heel mooi om leuk om je te kunnen opmaken. Maar belangrijker nog, ik vind het een look wat zo goed bij jou past. Ja. Alles klopt. En het maakt je ogen lekker groot en fris. En ik denk dat dit gewoon is wie je bent. Ja, ik voel me hier ook heel fijn bij. En ik word altijd heel rustig als een man naar me opmaakt. Dus nu heb ik eigenlijk zin in een tukje. Maar ik hoop dat je dit leuk vond om te kijken. En dat je ook de look zelf kan namaken. Als je vragen hebt, stel ze even hieronder. Dan kunnen Amanda of ik ze beantwoorden. Zeker. Het boek is inmiddels ook volop verkrijgbaar. Dus ik zal even hieronder een link zetten naar verkooppunten. En heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie meer video's willen van ons samen, dat vind ik heel erg leuk. Dat was leuk. Duimpjes omhoog. Dankjewel voor het kijken. Tot snel. Bye.